Kijkers, Caroline Daniel vraagt ondersteuning voor de begrafenis van het ontzielde lichaam van een man die sedert januari dit jaar is opgebaard in het mortuarium van het AZP. De familie van de 52-jarige Milton Slijngaard is opgeroepen door het Korps Politie Suriname om de begrafenis van het stoffelijk overschot ter hand te nemen. En dat wel binnen 2 weken. Wij brengen u het volgende verzoek hiervan. Caroline Daniel kwam door te surfen op social media erachter dat haar oom, die weinig familie in Suriname heeft, is overleden. Haar oom heet Milton Slijngaard en is in januari van dit jaar overleden. Het ontzielde lichaam ligt nog steeds opgebaard in het lijkenhuis waar niemand zich heeft aangemeld. Caroline vraagt via 1 voor 12 hulp voor de begrafenis van haar oom Milton Slijngaard. Het is zo namelijk dat ik een oom heb, toch? En hij heeft geen families hier in Suriname. Dus hij is komen te overlijden. Op 9 januari is hij gestorven, toch? En er was weinig contact, toch? En ik heb op social media gelezen dat meneer Milton Slijngaard overleden is. Zo ben ik erachter gekomen dat hij overleden is. Maar eerder hebben we niks gehoord. We hebben niks gelezen in de krant. En ja, dus ik maak me zorgen, want sinds 9 januari is hij overleden. En net als hoe ik het zeg, er zijn geen families in Suriname. Toch? Dus ik wil hebben dat hij... dat we hem te graven brengen, want ik ben de enige die daarvoor staat, toch? En ik vraag aan de sociale zaak of de gemeenschap, toch? Om als ze kunnen bijdragen dat we deze meneer Milton Slijngaard naar zijn laatste rustplaats brengen. Dus zijn begrafenis vraag ik een steun daarvoor. Ik wil ook bij deze de gemeenschap alvast bedanken. En ik wil ook 1 voor 12 bedanken. Ja. De sociale zaak ook bedanken hiervoor. Jawel.